Zoals ieder jaar brengt de selectie van FC Utrecht een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Natuurlijk om de kinderen een mooie dag te bezorgen en ook om plezier te maken. Tijdens de Kids persconferentie worden de spelers van de FC flink aan de tand gevoeld. Zo wordt er onder andere geschat hoe oud Sebastien Aller nou eigenlijk is. 40. Er wordt in ieder geval veel gelachen tijdens het vragenvuur. En zelfs het Utrechtse volkslied wordt erbij gehaald. Het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dat is goed. Uitje boven, ik ben trots wat dagje wat. De spelers zijn voor deze proef geslaagd. En dus is een applaus wel op zijn plaats. Verdediger Menno Koch vindt het leuk dat er eens wat andere vragen aan hem worden gesteld. Ja, nee, het is hartstikke leuk. Voor onze kinderen, ik bedoel, er zit heel veel humor in. Ja, die kinderen is gewoon leuk. Die kunnen vragen die ze graag willen weten, kunnen ze stellen aan ons. Maar vooral gewoon de sfeer die er hangt. En gewoon, ja, met name ook net als zij, de humor, met name zulke dingetjes. Er zitten de jongens bij onze team die blijkbaar 40 zijn. Dus ja, nee, maar het is gewoon grappig. Het is leuk. En vooral voor die kinderen ook heel leuk. Maar ook voor ons, moet ik zeggen. Ja, het is wel mooi dat Sebastien Haller ruim 40 werd geschat. En Ricciardo Sivkovic 16. En er zat heel veel tussen. Dus spelers schrokken en spelers lachten. Dus die zijn op een hele goede manier ingeschat. De kinderen hebben een werelddag. En natuurlijk willen ze dan ook met hun helden op de foto en een handtekening. Het is leuk om te zien ook en handtekeningen te hebben. Dus ik ben ook vaak al een keer naar het stadion geweest daar. Dus heb ik ze ook al een keer ontmoet. Dus het is allemaal wel erg leuk om te doen. En wat maakt Utrecht een leuke club, vind jij? Dat ze je aandacht geven ook. Dat ze ook naar het ziekenhuis toe komen en zo. Dus dat is ook erg leuk om te doen. Hoe voelt het dat die spelers speciaal voor jullie vandaag ook hier naartoe zijn gekomen? Speciaal. Dat is echt speciaal. Dat gebeurt niet vaak. Voor heel veel kinderen ben je toch een voorbeeldpersoon. Ja, als je dan door zoiets zelf je aanwezig te zijn en bepaalde vragen te beantwoorden, gewoon even een beetje de dag voor een moeilijke tijd misschien even goed kan maken. Ja, dan doen we dat natuurlijk met heel veel plezier. En ik moet zeggen, dat doet bij mij persoonlijk in ieder geval, maar ik denk ook bij heel veel andere jongen doet dat ook gewoon persoonlijk heel goed. Ja, dit is heel mooi, maar sowieso die hele dag is mooi, omdat als je ziet wat een voetbalclub kan doen. En wat een hand van een voetballer doet, of aandacht of een foto van een voetballer. Ja, dat je dat kan betekenen als voetbalclub. Ja, dit is ook een beetje waarom je er bent. Hè. Je bent niet alleen voor het voetballen, dat is heel belangrijk. Maar we zeggen altijd, FC Utrecht is meer dan het voetbal. Ja, en daar is dit wel een hele mooie dag van. En eigenlijk deze hele week is een prachtige week daarvan.